een goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik ben ready om te vertrekken. Maar ik ga eerst even hier allemaal een beetje opruimen. Want ik heb straks een keuken nodig. Ik ga je straks even vertellen waarom. Ik ga even hier zo opruimen en dan ga ik vertrekken. Oké, dat die snelle schoonmaak die je doet als je bezoek krijgt. Ik heb dat net even heel snel gedaan. Ik weet ook echt niet waarom ik vandaag zo netjes ben gekleed. Weet niet. Vond het wel leuk. Ik heb dus echt last van een opgeblazen buik, want ik heb gisteren dus een cheat day gehad. Ik heb een hele zak chips gehad en ik heb daarna nog donuts gegeten. Ik was daarna echt zo misselijk, dus ik heb er echt ook wel weer spijt van. Zo, ik ben nu bij McDonald's. Ik ga even mijn ontbijt scoren, namelijk koffie. Ik ben trouwens gestopt met smoothiebowls, want ik merk dat ik gewoon te veel fruit naar binnen kreeg. Ik wil 2 stuks fruit per dag eten. Mijn koffie, trouwens, ik krijg laatst heel vaak de opmerking als ik een foto plaats, dat ik een heel smal gezicht op een foto heb en dat het er niet uitziet. Maar ik weet niet hoe dat komt, het komt gewoon van een bepaalde hoek dat mijn gezicht wat smaller eruit ziet, want ik heb gewoon een vol gezicht. Maar kijk, ja, ik weet niet. Ik sta voor de deur geparkeerd bij Honey. Ik ga haar ophalen, want we gaan eindelijk voor de 2e keer filmen. Ik had al vorige keer een video met haar opgenomen, koken met Honey. Toen hadden we kipsaté gemaakt en vandaag gaan we een 2e gedeelte ervan opnemen. En we gaan vandaag bami maken. Dus ik heb er echt heel veel zin in. En ik denk dat jullie daar echt te lang op hebben gewacht. Sorry daarvoor, ik ben echt soms een beetje laks daarin. Maar vandaag dus. Ik vind deze camera echt gewoon goed hoor. Maar hij kan soms echt niet focussen. Echt raar. Ik begin maar een beetje aan te irriteren. Kijk, zie je dat? Hij wordt soms gewoon wazig tussendoor. Trouwens, vandaag is de EMA's. 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 En dan gaat Celine dus de EMA's openen. Ik heb er echt zoveel zin in. Hi hon. What's up? Goed. Ik heb nog niet ontbeten. Oh. Dus ik heb best wel honger. Hi schat. Alles goed? Yes. Weer vrolijk? Ik ben altijd vrolijk. Honey is weer vrolijk. Yeah. Lang niet gezien, hè? Lang niet gezien, man. Wat wil je eten? Ik weet niet. Waar heb jij gegeten? Je hebt ook niet gegeten. Ik heb ook nog niet gegeten. Ja, ik ken je wel. We eten nooit. We eten nooit. We eten heel laat. Wat gaan we eten? Waar heb je zin in? We moeten toch koken, want dan gaan we gewoon wat later doen. Ja. Of heb je wat te doen? Mijn agenda is leeg. Helemaal voor yes. jou. Yes, oké. Top. Dus ik ben zo trots op mijn vriendin. Zij is nu al een week gestopt. Bijna een week. Met roken. Ik ben echt trots op haar. Ik zei al zo lang tegen haar, ga nou eens stoppen. Doehoe. Wij zijn bij Giuliano. Een hond heeft een carpaccio. Ik heb een salade met tonijnmayonaise. Ik weet niet of het lekker is, maar ik ga het proeven. Kijk hoe deze bier al geparkeerd staat. Gewoon baas. Zo, ik ben weer thuis. En voor ik even verder ga, wil ik heel graag nog iets met jullie delen. Ik heb namelijk laatst de nieuwe Bunk Green Card aangeschaft. Met deze Green Card maak je de wereld letterlijk groener. Want bij elke besteding van 100 euro wordt er dus een nieuwe boom geplant door Bunk. Nu vragen mensen zich misschien af van wat voor kaart is het nou precies. Het is gewoon eigenlijk een kaart waar je geld op kan waarderen en het zo kan gebruiken. Net zoals een creditcard. Alleen heb je dan de voordeel dat je dus geen creditcheck hebt. Door middel van deze kaart maak je echt gewoon het verschil zonder effort gewoon. Daarnaast is de pas dus gemaakt van metaal en gebruikt het 50% minder plastic, wat echt super goed is. En heeft het ook nog een langere levensduur dan een plastic pas. Daarnaast werkt deze kaart met alle banken, dus het maakt niet uit of je bij ING zit, Rabobank, noem maar op. Het maakt allemaal niet uit. Het enige wat je hoeft te doen met deze kaart is eigenlijk gewoon geld opwaarderen. Voor de mensen die willen investeren met Freedom of Choice bepaal jij zelf hoe jouw geld wordt geïnvesteerd door Bunk. Bijvoorbeeld aangeven dat Bunk voor jou investeert in green EU-bedrijven die zich inzet voor mens en milieu. En als laatst heb je ook nog de Bunk Premium. Als premium klant wordt ervoor gezorgd dat je bij besteding van 100 euro niet 1 boom wordt geplant, maar 2 bomen worden geplant. Hoe mooi is dat? De kosten voor deze kaart zijn 99 euro per jaar. Ik heb een link gezet onder mijn video in de beschrijving. Hier kan je op klikken voor meer informatie en als je de kaart wil aanschaffen. Wij hebben net boodschappen gedaan. We gaan even alles hier klaarleggen. En dan gaan we eigenlijk starten met het opnemen van de kookvideo. Ik ben heel benieuwd. Wat heb je nou meegenomen, hon? Wat is dit? Trassie. En bami. Trassie. Voor de mensen die niet weten wat het is, is garnalenpasta. Ja. Inmiddels klaar met koken. We hebben lekker gegeten. We gaan nu even lekker uitbuiken. Heerlijk. Was lekker, hè? Nou, ik heb net dus Honey afgezet. En ik zit alweer een uur of zo in de auto. Ik had met mijn vriendin opgebeld. Toen gingen we echt een uur lang kletsen. En ik sta gewoon een
uur lang in de auto gewoon. En ik wilde nou niet meer uit, omdat het zo koud is. Dus ik denk van, ik zit hier wel echt lekker. Dus heb ik daarna nog een Nessim gebeld. En nu moet ik eigenlijk echt eruit. En ik heb gewoon geen zin. Nessim gaat trouwens morgenochtend weg naar Manchester. Laat me alleen. Dus ik ben even voor 2 dagen alleen. Dus dan ga ik lekker aan het werk. Ik heb even mijn agenda een beetje gevuld. Zo, ik kwam thuis. Echt dikke geur van Nas natuurlijk hier binnen. Echt een sterke geur. Ik moet dit opruimen. Kijk, Nessim heeft dus eten meegenomen. En kijk, het is gewoon helemaal leeg. En daar waarschijnlijk foliepapier gebruikt. Zoals je te zien krijgt. Zoals je ziet. Dus ik ga even de keuken opruimen. En ik ga een beetje die geur hier een beetje verminderen. Ik ga even lekker geurkaarsjes aandoen, denk ik. En even een beetje een spreetje. Even alles netjes maken. En kijk, wij filmen dus zo. Ik ga helemaal stuk om die katten. Ik heb daar dus een lampje, zoals je ziet. En een standaard voor mijn camera. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het is een beetje de setting van achter. Zo, het ruikt al veel frisser nu. Even lekker alles schoonmaken. Vandaag zijn we niet trouwens dicht, maar ik heb onze verwarming aangedaan. Zo lekker warm binnen. Ik leg het maar even hier nu, want het lukt niet. Vandaag zei Honey dus tegen mij dat mijn haar vandaag echt heel anders zit dan normaal. En ik denk dat ik weet wat het is, want ik gebruik gewoon andere producten. En mijn krullen zijn gewoon veel beter te zien. Ze zijn zeg maar zo kleiner. Het krult wel mee op, dus ik krijg gelijk korter haren van. Maar ach, ik vind het wel mooi. Dus dat is wel leuk om te horen. Ik ga denk ik mijn haar even vast doen. En dan ga ik even voor nu Kardashians kijken dat Nessim thuis is. En dan gaan we even zijn tas samen inpakken. En morgenochtend echt rond 7 uur moet ik hem al wegbrengen. Dus lekker op tijd naar bed denk ik vandaag. Oké, echt heel slecht dit. Maar wij zijn midden in de nacht tosti's aan het maken. Ja. Je mag dat apparaat ook wel een keer schoonmaken hoor. Het zit er niet aan. Oh, maak je die apparaat ook schoon? Heb ik trouwens mijn streepjes gezien? Maar... Oh, Nessim gaat meloen maken. Oh, lekkere meloen, Nessim. Lekker hè? Wil je ook meloen? Oh, yes. Ga je mee eten? Yes. Echt? Yes. Dit is dino meloen. Oh, het is zo lekkere meloen. De laatste tijd vind ik het zo lekker. Vind je meloen lekker? Mm. Zo. Mijn tosti is klaar. Dat is meloen trouwens. Mijn tosti is klaar. Ik snijd hem altijd door midden. Zo. Oh, dat vind ik echt lekker. Zo'n driehoekje. En ik eet eigenlijk altijd mijn tosti's met ketchup. Als ik niet op dieet ben. Nou, er zit geen ketchup meer in. Ik zo'n zielige scheet. Ben je serieus met mij? Oh, ik ga nu even. Hoeveel ketchup eet jij op een dag? Veel, veel. Ik ben een dier. Je geeft mij geen ketchup. Hier, ik geef jou alle ketchup. Ik hoef niet eens meer. Pak precies. Maar. Precies. En zo wil ik het hebben. Mm. Ja, dat was het. Wat is het leven zonder een goede tosti? Zullen we een tostibar openen? Mm. Ik vind het niet echt medium een tostibar als ik eerlijk moet zijn. Ja. Alleen tosti's. Mmm. Mmm. Mmm, lekker. Dat is meer Nessie. Tosti met mayonaise. Wanneer je bal. Oh, kijk deze, kijk deze. Oh, yes. Hé, hey, ga maar. Oh. Life is so good, hè? Goeiedag, dit. Heel lekker, man. De kip erin ook, hè? Lekker, hè? Ja. Maar echt slapen, hoor. Ik ga opblijven, want ik moet EMA's kijken. Wat is EMA, hè? American Music Awards. Hè? In plaats van de EMA's. Gek. Dinar! Yes, ze is er. Nog een half uurtje en dan gaat het allemaal beginnen. Ik heb er echt zin in. Ze ziet er echt cute uit. Dus het is inmiddels 2 uur geweest en Selena Gomez heeft al opgetreden. Ik voel het best wel slecht. Oh, ik had er echt zoveel meer van verwacht.